Wat is er nou niet leuker om je barbecue te verrijken met barbecue saus en met rub? Dat kun je natuurlijk potjes kopen en flesjes, we hebben diverse dingen van staan. Maar het is nog veel leuker om het zelf te maken. En dat gaan we in dit filmpje laten zien, want we hebben twee, een rub en een barbecue saus die we gaan maken. Maar niet zomaar een barbecue saus, hè? Nee, en rub. En rub, sorry. Nee, het zijn de barbecue saus en rub van Terrell Roden. Terrell Roden is een Texaan en woont ondertussen in Texas. Yes! Ja, hij is verhuisd. Hij woont nu in Duitsland en wij doen met Maxine Finefood diverse reportages met hem. En hij heeft we hebben ook een keer brisket reportage gedaan en daar heeft hij een perfecte brisket rub gemaakt die ze heel vaak ook daar gebruikt. Dus een originele brisket rub van Terrell Roden. Nou, die mooie dingen mee heeft gedaan. En dat is ook zijn saus. Nou, heel interessant, maar belangrijker, hoe gaan we het maken? Yes. Laat het nu zien. De brisket rub is eigenlijk best wel simpel. Het is peper, tijm, knoflookpoeder, suiker en zout, grof zeezout. En dat gaat hop bij elkaar in het potje. En dan is het te mengen. Die erbij. Die erbij. Eigenlijk heel simpel. Ja. Maar ja, het is vaak de combinatie die de smaak brengt, hè? Ja. Die erbij en de suiker. En shake it out, baby. Dan is het even schudden. En dan heb je je eigenlijk een mooie brisket rub. En het is natuurlijk zeer geschikt om te gebruiken voor je briskets. Maar ja, als je denkt, ja, ik vind hem zo lekker, wil hem op andere producten gebruiken, zeker doen. Minimaal 2 weken houdbaar. En dat is een leuke eigen rub. Top, doen. Makkelijk zoals je ziet, maar wel succesvol. Van de rub naar de saus. Kijk eens aan, het pannetje heb ik al voorverwarmd op de barbecue. En het is de Texas Thin Red Barbecue Sauce die we gaan maken. En hoe gaan we dat doen? Boter. In het pannetje. Daarbij komen de eitjes. En dan even het knoflookje. Hoppakee. Nou, lekker roeren. Zorg dat het even wat glazig wordt. Dan hebben we de tomaten die er zo bij gaan. Even kijken dat het uitje mooi aanzet. Zorg dat het niet verbrandt. Als het verbrandt, dan wordt het knoflook bitter. En dat willen we niet. Nou, tomatensaus zit erin. Daarbij komt nog een azijntje. Het zuurtje. En Worcester sauce. En dat is ongeveer 80 milliliter wat erin gaat. En daar zitten we absoluut nieuw op. Nou, dit laten we even 10 minuutjes inkoken. En dan komen straks de droge ingrediënten erbij. Zo, hij heeft wat ingekookt. Is hij te doen? Wacht even. Ja, het is goed. Oefening bij de kunst. Ja. Dus met dit soort ingekookt, ik heb even wat zachter gezet, want wat we nu gaan doen is dat we alle droge ingrediënten erin gaan doen. Bruine suiker, paprika poeder, peper, komijn, dat soort dingen. Woppa, die gaan erin. En zo dat roeren nu doorheen. En wat je dan moet doen, is dat je hem nu nog ongeveer een kwartiertje, 10 minuten laat, niet echt koken. Het mag niet meer koken. Het moet een beetje doorvarmen, licht. Gewoon even door. Ja. En dan is die klaar. Het mooiste is als je de saus van tevoren maakt, dus een dag van tevoren, zodat alle smaken goed mooi kunnen doortrekken. De saus heeft natuurlijk wel wat grovere structuur. Als je dat niet wil, dan kan je altijd zeggen van ik haal hem nog even door een zeefje heen en dan heb je een mooie fijne saus. En hoe langer de saus lekker kan staan, des te intensiever de smaak wordt. Maar ik denk dat het een leuke manier is om lekker te experimenteren met een barbecue saus. Nou, laten we hem maar meenemen. Goed idee. Dan gaan we namelijk eens even kijken, want we hebben natuurlijk ook nog die heerlijke rub gemaakt. Kom op, 4 deze voor de brisket. En een eigen barbecue saus. Ja, nou, kijk, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Het is natuurlijk een beetje vreemd uit mijn mond dat ik dat zeg natuurlijk. Ja, maar ik ben ook wel open voor uiteraard andere smaken. Dat is helemaal geen probleem. Dat pleit voor u. Ja, dat pleit zeker voor mij. Ja. Maar die geur, je tomatengeur is al helemaal... Het is ook een barbecue saus die je warm eet, hè, bij je gerecht. Ja? Ja, zonder probleem. Dus rubje, lekker mee experimenteren. Barbecue saus, lekker mee experimenteren. Super toevoeging aan je barbecue plezier, denk ik zo. Nou, super. En uiteraard, ik heb niet alle ingrediënten onthouden. Jullie zeker ook niet. Maar tussendoor opschrijven wordt lastig. Dus hieronder staat alle ingrediënten. Kijk het rustig na. Like het als je het lekker vindt. En uiteraard kun je nog steeds gratis abonneren op ons YouTube kanaal Fire & Food TV. En ik zou zeggen, eet smakelijk. Rub en sausen. Yes.